Vandaag staan we bij Leids Rijn Centrum. Hier gaan we de mensen vragen wat zij vonden van het jaar 2023. Wat is voor mij goed gegaan in 2023? Ja, eigenlijk wel een beetje alles. Ik heb mooi werk en ik heb een man en een kinderen die gezond zijn. En, ik heb wel een goed jaar achter de rug. Ik ben biograaf, ik schrijf levensverhalen, boeken. Ik heb er meerdere projecten bij. En ik heb hier ook bij in Leidse Rijn heb ik een levensverhalen-expositie gemaakt. Oh. Met 8 mensen over hun thuisgevoel. Waar voel je je thuis en wat is thuis zijn eigenlijk? Ja, en dus zakelijk gezien ging het lekker. En ik woon nog maar net hier in een atelierwoning. Dus dat is mooi. Een mooi jaar geweest. Ja. Vond je 2023 een beter jaar ten opzichte van vorig jaar? Ja, 100%. Veel meer gebeurd. Zoals? Ja, goede dingen ondernomen, nieuwe ondernemingen, dat soort dingen. Ja, beter eigenlijk. Ja. Waarom is dat? Ja, nou, er is dan ook een verandering in het persoonlijke leven geweest. De moeder van mijn kinderen en ik wonen nu op een andere plek. Dus dat was een grote verandering. En nu valt eigenlijk alles op zijn plaats. Iedereen went aan de situatie. En het begint weer te stromen, zoals ik dat dan zeg. In de wereld is er wel wat onrust, hè? Dat mag duidelijk zijn. Maar voor mijzelf en mijn gezin is het een prima jaar geweest. Heeft u nog goede voornemens voor 2024? Ja, meer geld verdienen. Ja, volhouden wat we nu hebben. En dan gaat het mij voor 2024 gaat het mij goed. Ik hoop alleen dat de wereld wel wat rustiger wordt. Dat is wel belangrijk. Dus het gaat met hoop het nieuwe jaar in? Ja, ik weet niet of het hoop is, maar er moet wat gebeuren. Ik weet niet of dat onder het mom van hoop weg te schrijven is. Heeft u nog goede voornemens voor 2024? Nee, dat doe ik niet aan. Ik neem het zoals het komt. En komt er iets positiefs uit, dan is het een goed voornemen. Maar ik stel geen datums in. Dus u gaat met vol verrassing het nieuwe jaar in? Absoluut.